Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. We hebben er zin in. Ja, dat is lang geleden. Ja, werd wel tijd, hè? Gaan we wat vangen, of niet? Ik ga mijn boek doen. Nou, dan ga ik het ook doen. Zal we even wat aas wisselen? Ja, helemaal goed. Hey, William. Fijn, hè, dat wij onze eigen shirts mogen proberen. Ja, hey. En dus dat moet zo goed zijn ook. Ja. Oh, Cindy. Wat? Doe jij niet een beetje overdrijven? Nee. Dan word je eerste vijftiger. Ja? Jezus, Cindy toch. Hey, wat een kanon, hè? Vet, jongens. Hier doen we het voor. Nou, kijk eens, jongens, hoe vet, hè? De eerste vijftiger van mij. Ik ga hem een kusje geven. Dankjewel, vriend. Zo dan, ook weer zo'n kanon. Ja, je ziet het. Op de bruine. Wacht, ik ga even... Niet bij van de shirtje. Nee, precies. Ik zal zo even dichterbij komen. We hebben bij Hengelsport Zo Bommel allerlei shirts zelf ontwikkeld. En ik heb natuurlijk alle experts op de vloer lopen. Dus waarom ook eigenlijk niet. Deze was, daar heb ik die dikke baars op gevangen. William, is dit nou alleen voor het pelagisch vissen? Nee, deze shirts zijn eigenlijk gewoon... multi-inzetbaar. De meeste denken dat je er een livescope voor nodig hebt, is niet nodig. Ga je verticale, ook met een zware kop, kan je zeer effectief zijn. Je tikt er de bodem aan, je tikt hem omhoog en laat hem hangen. Het mag best lang zijn en af en toe een keer tikken met de top. Dan weer een keer contact zoeken en je krijgt er dikke beuken op. Wat ook kan, is gewoon als je aan een V-tail een gewone jigkop doet, kun je hem gewoon vanaf de kant gebruiken, want hij danst door het water heen en in het zweefmoment pakken ze deze ook. En dat is met de pintail precies hetzelfde. Kun je ook gewoon bij het verticale gebruiken en ook vanaf de kant. Nou, tijdens onze open dagen sowieso te zien en online ook te bestellen, denk ik. Ja, we zijn nog met meerdere kleuren bezig, dus hou ons in de gaten. Oké, nou, houdoe! Houdoe!